Voorbereidingswedstrijden, je moet dat ook eens in een context plaatsen. Hè. Er wordt heel hard gewerkt. Ik ben altijd iemand geweest, een voorbereiding is een trainingsmoment. Oké, die wedstrijden moet je spelen om ritme op te doen, om een aantal dingen tactisch te kunnen bijsturen, om te kijken hoe ver dat je staat. Maar voor mij is de voorbereiding vooral training. En dat wil zeggen, kijken dat je op fysiek vlak klaar bent om een competitie volledig aan te pakken. Heb jij ooit getwijfeld? Oh, getwijfeld echt niet, want wij hebben intern natuurlijk altijd wel sterk gecommuniceerd over hoe en wat en waar we naartoe wilden. En de club was heel goed op de hoogte van de lacunes die er op dat moment nog waren. En dan zijn we naar de ideale spelers gaan zoeken. Natuurlijk vraagt dat altijd tijd. Hè. Als je een dossier opent, kan je niet verwachten dat het overmorgen afgesloten wordt. Dus op dat vlak loop ik lang genoeg mee om te weten dat je niet te snel moet panikeren. En het heden op dit moment geeft me eigenlijk een stukje gelijk. Ja, we moeten ook gewoon eerlijk zijn, Waasland-Beveren is niet de topploeg van de Belgische competitie. Daarmee bedoel ik, van, er zijn betere ploegen die meer kwaliteit hebben dan wij. En dan moet je daar gewoon iets anders kunnen tegenoverstellen. En als je fysiek de evenknie bent van die betere ploegen, ja, dan ben je al niet aan het eind weg. Heel veel spelers gehad waar we gesprek mee gevoerd hadden, waar ik achteraf geen goed gevoel bij had, omdat ik gewoon zei van kijk, dat is mijn manier van werken, dat is hetgeen dat ik alle dagen van een speler verwacht, kan je dat niet meer leven, ja dan moet je niet komen. En als je dan ziet dat een speler twijfelt, ja, dan heb ik liever dat hij wegblijft. Maar langs de andere kant is het ook, als je dan duidelijkheid schept naar je spelers toe, en die willen dan echt graag komen omdat ze geloven in het verhaal dat de trainer vertelt, ja dan neem je al direct een goede start denk ik. Ja, ik was wel heel erg gecharmeerd door het gesprek dat ik gehad heb met Nong, maar die heeft dan zelf een bepaalde bocht genomen in de zin van hij wilde dat nog gaan testen en dan hebben wij hem zelf losgelaten, ondanks het feit dat er nadien nog een akkefietje is geweest in Kortrijk. Aan de andere kant Frank Berrier, hè, dat was toch wel, iedereen denkt dat dat geen concrete piste was, maar dat was een heel concrete piste. Ik heb daar een heel goed gesprek mee gehad. Die was klaar om naar Waasland-Beveren te komen. Alleen ja, was dat financieel qua transfersprijs voor de club op dit moment niet haalbaar. Misschien is dat op het einde van augustus was dat misschien wel haalbaar geweest, maar wij konden daar niet op wachten en dan hebben we gewoon andere spelers genomen. Als die 17 er allemaal zou geweest hebben op 17 juni, dan had het iets makkelijker geweest. Want dan heb je die allemaal en dan kan je de 6 weken werken. Het moeilijke was gewoon dat er gedurende die 6 weken constant nieuwe spelers bijkomen, waardoor dat je terug elke keer opnieuw moet beginnen. En dat is niet altijd even makkelijk geweest, maar als ik dan kijk naar de prestatie van gisteren, dan mag ik niet ontevreden zijn over het werk dat geleverd is. Ja, ik ben heel tevreden, niet alleen met het resultaat, want je kunt altijd zeggen het is een goed resultaat, maar ook over de manier waarop de wedstrijd, we hebben bepaalde momenten in de wedstrijd totaal kunnen domineren. Ik vind dat we de betere kansen hebben gehad, de meeste kansen in deze wedstrijd. Dus al bij al is het een geslaagde opener geweest. Een individueel foutje kost ons een doelpunt. Dat is heel spijtig, maar langs de andere kant kan je ook zeggen van als je 5, 6 goede kansen krijgt tegen een agent, dan moet je meer als 1 doelpunt maken. En dat zat er eigenlijk echt wel in, tot zelfs de laatste minuut met dat schot van Maric nog. En als die bal een meterke links of rechts is, gaat hij er altijd in. Maar dat is voetbal. Ik ben vooral tevreden over het feit dat de ploeg er stond, dat er een goede prestatie is geleverd, wat toch geen sinecure is na 17 nieuwe spelers. Maar wel, mijn ambitie is van hetgeen dat we gisteren getoond hebben om dat nog 29 keer te doen in de reguliere competitie. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Als je dat tegen een agent thuis kan, dan moet je dat gewoon als voetballer elke week kunnen opbrengen. En dan kan je een keer een tegenslag hebben en dan kan er eens een wedstrijd tussen zitten waarin dat het minder gaat. Maar als we dat in 90% van onze wedstrijden kunnen brengen, dan gaan we een heel leuk seizoen tegemoet.